Hoi bies, en leuk dat jullie kijken daarbij. Vandaag heb ik jullie video jullie en mijn neus zit nog dicht, omdat ik dit achter elkaar opneem. En ik heb toch bepaald om het op te nemen. En als jullie denken, waar heb jij het over, Michelle? Ik heb het over tekenen laten zien van Michelle. Oh, dat is trouwens schijnwoord. Tekenen met Michelle, deel 3. En deel 3 trouwens. En vandaag ga ik weer tekeningen laten zien. Want ik heb er een heleboel, hoe je dat ook noemt. Hier is een kleintje, waarom weet ik niet. Die is eng. Oké. Even kijken wat ik allemaal ga laten zien. Deze ga ik ook wel laten zien. Oh, die meneer is echt eng. Oké. Ja, dit laat ik zien. Als jullie deze tekeningen willen laten zien, want hierboven ligt een hele lelijke rare over een onderwerp wat ik van hou. En heb ik nu ook aan. Misschien zeg ik te veel. Als ik aan zeg, maakt het niet uit, want dat is verkeerd. Maar goed, vergeet die zin. Als jullie dit willen laten zien, kijk dan even de volgende afleveringen. Maar die zijn nog niet alleen online als deze online gaat. Dus dan weten jullie dat alvast. Ha! Dat ligt daar. En nu ga ik lekker chill beginnen met laten zien van mijn tekeningen, weet je wel. Nou, de eerste, we gaan gewoon meteen beginnen. Meteen is deze. En wat is hier aan de hand? Want ik heb rondjes bij mijn lichaam getekend. Hier. Terwijl niks zit, maar maakt niet uit. Kijk. Het is toch niet normaal. Ik moet trouwens in de lens kijken. Hier. Niet daar. Want daar in het scherpje kijk ik. Maar ik moet daar kijken. Oh, kijk ik weer daarheen. Maar ik moet daar kijken. Oké. Volgens mij keek het schil, maar goed. Zo ziet deze eruit. Ja, ik heb er niet veel over te vertellen. Weet je? Het is gewoon een tekening, weet je? Nou, deze. Ik ga het trouwens een beetje van afdoen. Misschien. Deze is een rare. Huh! Oh, alles valt. Leg dit even hier. Nou, deze. Dat is echt een rare. Alien Dolly. Waarom Dolly? Nou, dat in ieder geval. Heb ik niks over te vertellen. Hier daar. Helemaal goed. Auw. Ik ga trouwens ook een avondroutine weer eens doen. Ik vind dat zo leuk om op te nemen. Heb ik dat ooit gedaan? Oh nee, die heb ik niet online gezet. Omdat ik die niet helemaal vond. Of ik heb hem wel online gezet. Ik weet het niet meer. Nee. Jawel. Weet ik niet. Nou, boeien. Dan deze. En deze is echt afschuwelijk lelijk. Ik weet het. Dan, wat is het? Oh, mola. Oh. Nou, deze mola heb ik ook niet heel veel over te vertellen. Staat gewoon in Schiedam. Dus kan je daar kijken. Niet naar mijn tekening, maar naar de molen die in Schiedam staat. Oké. Ademen, Michelle. Ademen. Nou, dan heb ik hier. Die paard is lelijk. Die heeft een dikke nek. Gadverdamme. Die is echt lelijk. Eeuw. Dit met trofee's en dit. En deze gaan we niet laten zien. Zijn er zo weinig tekeningen? Zien man. Nou, het zal wel. Oh ja, natuurlijk. Deze hoort er nog niet bij. Nou, dan dit. En ik snap ook niet wat het is. Dus een lijstje of zo. Geen idee. Nou, top. Volgens mij moest ik dat voor iemand tekenen ooit. Nou, boeien. En dit is een enge meneer. Oh ja, ik heb ook nog een vrouw. En die zit daar in die stapel die ik de volgende aflevering ga laten zien. En die is eng. Die is eng.
Dit is niet normaal. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Oké. Okay. Laten we uitzoomen. Oké, okay, maar nou ga ik deze twee laatste zien. Oh, dat is een boekje. Ik krijg nou wat. Oh, niet zo. Nou, dan heb ik dit. En dit was voor zo'n echt skeer van Albert Heijn. Skeer. Skeer! Een stranana. Moesten we ons eigen fruit creëren. Oh my god. En moesten we navel verzinnen. Twee vragen in elkaar. Nou, toen hadden we dit stranana. Vond ik helemaal best. Die heb ik zelf ontworpen trouwens. Met JD samen. Of misschien niet. Ja. Ja. Nou, dan heb ik dit. En dit ziet er niet uit. Ik weet het. Die ogen. Gadverdamme. Nou, dit. En dan heb ik hier. Die was blijkbaar nog hier af. Maakt niet uit. Nou, deze, die was wel af. Schoon. Ik weet niet wat het zijn. Donuts volgens mij. Ja, het zijn donuts. En hier heb ik dit. Het zijn twee palmbomen en een meisje volgens mij. Ja. Oh, ik krijg allemaal WhatsAppies. Man, laat die WhatsAppies. Nou, dit was een dit was een kortere aflevering van dan gisteren. Ik weet niet wanneer deze online komt. Dus dit was een kortere aflevering dan de vorige. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe jullie duimpjes omhoog. Abonneer je op mijn kanaal hier beneden. En dan check je weer bij een nieuwe video. Druk ook meteen op het belletje. Want dan mis je geen video's voor mij. En dat is hartstikke leuk. En doei. Later. Hey.